Ja, er werd vooraf heel erg gevreesd voor onrust, hè? Van winkels die hun puien hadden dichtgetimmerd en mensen die de stad uittrokken. Hoe staat het daar nu mee? Ja, die winkels zijn dichtgetimmerd en dat is natuurlijk doodzonde, maar ook gedreven door al die onrust rond Black Lives Matter, waar ook hele straten en blokken zijn vernield en uitgebrand. Maar wat je in mijn ogen ziet hier, is het feest van de democratie. Mensen komen op voor de stem, die is uitgebracht. De opkomst is enorm geweest. Mensen hebben uren in de rij gestaan om stemmen uit te brengen. En nu gaan ze er ook nog voor. En dat Biden en Trump ook zeggen, we gaan voor de overwinning. Ze hebben ook een verplichting naar die tientallen miljoenen mensen die op ze hebben gestemd. Naar die mensen die anderhalf miljard dollar bij elkaar hebben gebracht om die verkiezingscampagne te doen. Je kan niet zeggen, ach jongens, laat maar zitten, ik ga golfen. Dus ik vind het uitstekend dat er zoveel passie is. En 4 jaar geleden, toen Trump won en dat eigenlijk meteen bekend was, toen waren de dag daarna ongelooflijk veel betogingen in New York en andere staten. En toen werd gezegd van ja, wat geweldig, de democratie is aan de gang. De mensen demonstreren nu al voor het aftreden van Trump, nog voordat hij de eed heeft afgelegd. Ja. Dus er wordt ook wel een beetje met een lens naar gekeken. En dat is denk ik wat onevenwichtig ten opzichte van hoe het 4 jaar geleden ging. Ja, en ook deze film hebben we al eerder gezien. Ik herhaal nog maar, in 2000 ook. Toen ging het in Florida, bijna 5 miljoen uitgebrachte stemmen. Mm-hmm. Om 500 stemmen verschil. En toen stonden er zowel Al Gore als George Bush aanhangers buiten te schreeuwen. En zijn er ook een paar stembureaus bestormd. Nou, zegt niemand dat dat goed is, maar het is niet nieuw wat er hier gebeurt. Nee. Okay. Wat wel nieuw is, dat Donald Trump, of hij nou blijft of dat hij weggaat, dat hij in ieder geval een enorme invloed heeft gehad. Ja. En de term Trumpisme, dus dat hij nog helemaal invloed gaat uitoefenen, ook zelfs als hij straks geen president meer zou zijn. Stel. Dat moet je toch even uitleggen. Hoe gaat hij dat doen? Nou ja, hij heeft bijvoorbeeld de Republikeinse Partij vernieuwd. En dan kunnen wij zeggen, misschien de verkeerde kant op. Maar hij heeft eigenlijk gezegd, we gaan een nieuw platform in die partij bouwen. We zetten Amerika weer op 1. Wereldwijd kun je zeggen, dat is buitenlandbeleid. Maar als jij 2 rechterhanden hebt en je kan producten maken, en hij zegt, we gaan weer producten in Amerika maken, en die wereldwijd slijten, dan is het gewoon je werk. Als hij zegt, ze zoeken het wereldwijd zelf maar uit, we gaan geen Amerikaanse troepen meer sturen, dan is het jouw broer die niet meer wordt uitgezonden. En die partij heeft dat platform omarmd. En deze verkiezingen, omdat die zo spannend zijn, en nogmaals, hij kan nog steeds winnen, gaat die partij gewoon door op dat platform. Dus er zijn heel veel jongeren. Wat gaat de persoon Trump doen, denk je? Stel, Trump verliest. Ja, wat is zijn scenario? Begint hij een enorm tv-station om de Democraten te tackelen? Of wat gaan we zien? Ik denk in ieder geval dat hij gaat proberen zoveel mogelijk geld te verdienen aan zijn presidentschap. Zoals zijn voorgangers dat ook hebben gedaan. Ja, Bill Clinton heeft in de eerste 10 jaar na zijn presidentschap $100 miljoen verdiend met een paar speeches en een boek. Dus ik bedoel, er is wel veel geld te halen. Kan hij schulden terugverdienen? Sinds de jaren 70 is dat... Maar los daarvan, wat hij natuurlijk gaat doen als oud-president, blijft hij machtig? Ja, nou ja, hij blijft invloedrijk. Ik bedoel, hij zal niet meer aan de touwtjes trekken in die partij. Maar door speeches te houden, commentaar te geven, een platform te zoeken, support uit te spreken voor mensen die de Senaat in willen of het Huis van Afgevaardigden. Hij zal ook een mening hebben over de kandidaat voor het presidentschap in 2024. Als jij nu hij zal een factor blijven in die partij. Als jij nu een jonge republikein bent en je denkt, over 4 jaar ga ik het eens proberen, dan wil je natuurlijk steun zoeken bij partijgenoten. En hij is de eerste die je opzoekt. Want als Trump dan twittert van ik steun jou, dan heb je hele goede papieren om die club straks te nemen. Hij zal ook wel blijven twitteren, denk ik. Natuurlijk. Ja, 88 miljoen volgers heeft hij, geloof ik. We moeten niet al te snel oordelen dat hij misschien verliest, want dat weten we niet. Maar stel dat hij zou verliezen, wat krijgt iedere oud-president? Een eigen bibliotheek, een museum? Nou, deze man zit in het vastgoed. Die gaat het grootste museum ooit bouwen, natuurlijk.